Als directeur van de organisatie VEGRO heb ik natuurlijk heel veel afspraken die belangrijk zijn. Maar de belangrijkste afspraken die vergat ik altijd, dat waren de afspraken met mezelf. Mijn naam is Karel Jonker, mijn werkelijke leeftijd is 58. Er zit wel een verschil in mijn werkelijke leeftijd en mijn vitale leeftijd. Ik heb een periode gehad dat mijn vitale leeftijd 10 jaar ouder was dan dat ik in werkelijkheid was. Als je nu mijn vitale leeftijd rekent, dan ben ik 10 jaar jonger. Ik heb jaren geleden zelf een situatie gehad dat ik overgewicht had, 120 kilo. Als gevolg daarvan voelde ik me niet goed. Ik voelde me eigenlijk super ongelukkig. En ik kwam ooit een keer met een hartritmestoornis op de hartbewaking van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Toen dacht ik, dit is niet goed. Nu moet ik echt iets gaan doen. En dat was voor mij wel een soort wake-up call. En ik ben ook echt rigoureus mijn agenda gaan omgooien. Een vriend van mij deed heel actief in hardlopen en samen met hem heb ik de draad opgepakt en ik kreeg er erg veel plezier in. En dat plezier was van die na dat ik ook zelf hardlooptrainer ben gaan worden. En dat ben ik naast mijn werk gaan doen. Dus het stimuleerde mij aan de ene kant om zelf een sport te doen, maar ook andere mensen proberen te stimuleren om daar zoveel mogelijk in mee te doen. Dat je mensen in plaats van op de bank laat zitten van oh, het is allemaal zo moeilijk in de wereld, probeert in beweging te krijgen, letterlijk en figuurlijk. En ook stil te blijven staan bij wat dat dan oplevert. Als het regent, het is koud en je hebt niet zoveel zin, maar je gaat toch, dan voel je je als je thuis bent super. Het lichaam reageert daar heel positief op. Dan denk je van, hé, wat heb ik dit goed gedaan, ik ben trots op mezelf. Ik wist altijd wel rationeel dat sport en vitaliteit een belangrijk item was, maar door mijn drukte in mijn werk kwam ik daar voor mijn gevoel nooit aan toe. Dat is natuurlijk vaak wat mensen zeggen, we hebben het druk. En ik zeg nu eigenlijk met de wetenschap van vandaag dat drukker zijn vermijdingsgedrag is. Want daarmee kom je eigenlijk niet meer toe aan de dingen waar het echt om draait. Uiteindelijk is het gewoon een onderdeel van mijn routine geworden. En dat is volgens mij leefstijl. Je leefstijl is iets wat je zelf in de hand hebt. Ik geloof niet in diëten. Ik geloof niet in dat soort adviezen van challengen van ik ga een week dit en ik ga een maand dat. Dat houdt namelijk allemaal weer op. Ik geloof wel in dat je 365 dagen in een jaar goed nadenkt over de keuzes die je maakt met betrekking tot een goede leefstijl. Afspraken met jezelf en ze nakomen. Daar standvastig in blijven, maakt dat je het redt. Een dag heeft 24 uur en als je daar maar voldoende momenten in organiseert die ook te maken hebben met een gezonde leefstijl en voldoende beweging, dan is het eigenlijk niet zo heel moeilijk. Je kan met collega's aan een tafel gaan zitten vergaderen, je kan ook met ze gaan lopen. De kwaliteit van de besluitvorming in een loopmoment is in mijn beleving beter dan dat ik aan een stoffige tafel met een grote pot koffie in het midden ga zitten vergaderen. Het is echt niet zo dat ik de hele dag met iedereen door de bossen struin. Maar ik ben wel warm voorstander van zo'n soort leefstijl, ook in bedrijven en organisaties. Dus we moeten ons best doen om 100 jaar te worden. En dan lukt het.